Ja, daar zijn jullie weer. Mooi, mooi, mooi. Ik ben er ook. We hebben zat te doen deze week. We vliegen naar het noorden van Scandinavië, naar Arjeplog. Daar gaan we rijden met een gecamoufleerde Jaguar I-Pace moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een SUV waar ook mee gereden gaat worden en die hartstikke elektrisch is. Dat later, gaan jullie allemaal zien, het is daar hartstikke koud, wit en vooral ook heel erg donker. Ik ga een nieuwe duurtester van Autovisie laten zien ook. Dat is een SUV uit Italië met een hele dikke diesel. Ja. Maar eerst, niet uit Italië, ook geen dikke diesel, de Volvo S90 T8. Ja. Maar laat ik eens even lekker positief beginnen. Ik vind hem mooi, echt heel mooi. Ik vind een V90 zeer sierlijk. Echt, als ik in de markt zou zijn voor een auto van dergelijk geld, hè, overwegen een Mercedes E-klasse of een BMW 5-serie, Audi A6, Volvo V90, ja. Ik weet het niet, het zou misschien zo die V90 kunnen zijn, prijstechnisch waarschijnlijk net ietsje gunstiger. Hij is groot, het ziet er goed uit. En dan de S90, dat is een andere auto. Dat is een sedan met behoorlijk wat ruimte, ja, maar die achterkant. Ik vind het sierlijk, ik vind het gaaf hoe ze dat gedaan hebben. Het is heel herkenbaar, niet zozeer heel herkenbaar als Volvo. Maar er zijn niet heel veel auto's die een achterkant hebben die erop lijkt. Het is alleen wel, ja, apart. En dan hoor ik wel hier en daar wat mensen, oh die V90 is mooi hoor, en dan die S90, die ziet er niet uit. Nou, mooi. Maar in ieder geval dus onderscheidend, afwijkend. Ja, en mooi of niet mooi, reageer er eventjes lekker op. Ik ben benieuwd wat jullie ervan te zeggen hebben. Het is een T8 en een T8 is een hybride. En een hybride, dat weten jullie, een hybride haalt zijn energie deels uit het remvermogen. Op het moment dat je afremt, komt er energie vrij. Die energie wordt omgezet en dat gaat naar de accu. En als je dan weer op je gas gaat, dan kan die dat dus gebruiken om die elektromotor aan te sturen. Je kunt deze T8 dus ook als all-wheel drive rijden, als vierwiel drive. Je kunt ook heel zuinig rijden, zoveel mogelijk elektrisch. Maar een paar stukjes hoor. Alleen dat remmen. Die techniek zit achter het rempedaal. En op het moment dat je remt, dat doe ik nu, dan zit er eigenlijk een variatie in de vertraging, terwijl die niet in je pedaal zit. Dus het is heel moeilijk doseren. En ja, dat is ook niet zo heel comfortabel. Maar goed, dan moet ik erbij zeggen, heel veel hybrides die hebben daar last van. Het is klaarblijkelijk voor engineers, voor autofabrikanten heel moeilijk om dat echt goed af te stellen of in te regelen. Dat is met een normaal rempedaal, wat niet anders doet dan remmen, is dat makkelijker. Dit rempedaal, dat zorgt ervoor dat die auto remt, maar het zorgt er ook voor dat er allerlei systemen met elkaar gaan werken en dat de energie wordt opgeslagen. Afijn, dat heeft hij dus. En verder is het een hele snelle auto. Vorige vlog zaten jullie Interclassics, ja, dat is in Maastricht. Ik zat in het oosten van het land, ben via Duitsland naar Maastricht gereden en ik haalde daar bijna 240 km per uur uit een Michelinnetje. Kijk, het gaat vooruit. Het klinkt een beetje sowieso, 4-cilinder. Maar goed, Volvo doet nu eenmaal alleen maar aan 4-cilinders. En al die 4-cilinders en wellicht ook 3-cilinders, die gaan op termijn samenwerken met op enige manier een elektrische component. Volgens mij in 2020 of zoiets hebben ze dat geroepen. Dat bij Volvo rekenen erop dat het steeds meer elektrisch wordt. En ook daar gaat Volvo heel erg mee met zijn tijd, want bij Audi hebben ze dat geroepen. Afijn, Italiaanse SUV, 6-cilinder, zonder elektrisch component. Ja, de verlichting, die kan aan, dat wel. Ja, en Maserati, een Maserati Levante. Ik had het over een Italiaanse auto, hè, met een dikke diesel SUV. Dat had een Stelvio kunnen zijn. Waren het dat in een Alfa Stelvio geen dikke diesel zit. Een diesel. Geen 6-cilinder diesel. Die zit hier wel in. Dat is een VM-blok. Met uit mijn hoofd 275 pk. We rijden deze auto wat langer voor Autovisie. En ik ga er dan ook wat langer op in. Kijk, er zit wel gang in, hè. Goeie sound ook. Deze auto die maakt het geluid alsof die niet te stoppen is. Ken je dat misschien? Dat het geluid van een motor dat onverzettelijkheid uitstraalt. Maar afijn, ik ga er later meer op in. Ik ga hem jullie goed laten zien. Het leuke wat ze hebben gedaan, dat is vrij uniek. Ik denk eigenlijk dat er geen één andere Levante in Nederland is die het heeft. Ze hebben alles dat chroom is, vergroomd is aan het exterieur. Aan de buitenkant hebben ze zwart gemaakt.
alles. De grill, de raamlijsten, noem het allemaal. Ik laat het jullie laten zien als het licht is. Je ziet er natuurlijk niets van. Eerst ga ik naar Schiphol en dan spring ik het vliegtuig naar Stockholm. En van Stockholm naar, met een ander vliegtuig naar Arjeplog. En Arjeplog, dat ligt net onder de Poolcirkel, dacht ik. Zeker, volgens mij wel. Dus vrij hoog in Scandinavië. Het is daar in de winter echt winter. In tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld. Veel meren die bevroren zijn. Allerlei ijswegen. En daar wordt veelvuldig getest door de auto-industrie. Wintertests noemen ze dat. En dan kijken ze of componenten goed blijven in de winter. Of het niet gaat kraken. Echt vriestemperaturen de auto pijn doen. Nou, bij een elektrische auto is dat natuurlijk ook van belang. Want de accu's hebben een hekel aan kou. Jaguar heeft een elektrische auto ontwikkeld, volledig elektrisch, de I-Pace. En met die auto ga ik rijden in en om Arjeplog. Die auto is nog lang niet in de winkel en wordt voorlopig ook nog niet officieel geïntroduceerd. Dit is dus ook geen officiële introductie. En dat betekent dat hij een klein beetje gecamoufleerd is. Het betekent ook dat ik tot eind van de maand moet wachten met officieel publiceren. Ik mag wel vertellen dat ik er ben. Maar ik mag niks over de auto vertellen. Dat heet een embargo. En dat doen autofabrikanten, andere partijen doen het ook wel eens, maar dat doen autofabrikanten specifiek. Om te zorgen dat als de media is geweest, ze allemaal gelijktijdig kunnen publiceren. Want anders betekent dat degene die er als eerste is, hè, Autovisie bijvoorbeeld, ook als eerste kan publiceren. Dat creëert ongelijkheid en dus hebben ze zo'n embargo in het leven geroepen. Dat betekent ook dat ik in dit vlog niet kan vertellen hoe fijn die auto is of hoe vreselijk is. Ik moet er nog mee rijden. En dus, het komt wel eens goed hoor. Ze bouwen daar bij Jaguar de laatste tijd behoorlijk prettige producten. Maar goed, dit is totaal nieuw, volledig elektrisch, maar ik mag dus niet zeggen hoe het zit. Als je wil weten hoe het zit, en dat wil je, dan moet je vanaf einde van de maand kijken op autovisie.nl. Daar staat de officiële video, daar vertel ik dus alles over die auto. En nu laat ik hem wel zien, als we er eenmaal zijn straks. En ik laat het een en ander van de omgeving zien. Zeer waarschijnlijk komen we ook wel andere auto's tegen van andere fabrikanten die ingepakt zijn, gecamoufleerd. Er wordt echt veel getest daar door allerlei fabrikanten. En er liggen dan ook hier en daar wel fotografen in de sneeuw om die auto's weer te spotten. En die gaan dan de media op. Het is eigenlijk een soort auto-media feestje daar. En kijkt er wel naar uit. Dus jullie gaan mee. Nee. Dit is geen Schiphol. Ik ben inmiddels aangekomen in Stockholm. Nee, Stockholm, een bijzonder leuke stad. Als je ooit een keer de kans krijgt om er naartoe te gaan, doe het. Maar pak een zomerse dag. De zomers zijn hier niet zo lang, de winter wel. En zoals je ziet, is het nu ook winter. Hoewel er ineens heel veel sneeuw ligt, is het wel gaan sneeuwen zojuist. We zijn naar beneden gedwarreld met de KLM-kist. Dat ging uiteraard goed. En het idee is dat ik nu, of eigenlijk moet ik anders zeggen, het idee was dat ik allang in de lucht zou zijn met een propellervliegtuigje. Maar zoals je ziet, sta ik gewoon aan de grond. Voorlopig gaan we helemaal de lucht niet in. Dan is het ook zeer de vraag of het eigenlijk wel gaat lukken. De weersomstandigheden zijn niet heel best. En daar staat hij. Nou, dat is op zich goed nieuws. Kijk eens, jongens. Kijk, zo doen ze dat hier. Het sneeuw vrijmaken van de baan. Nou,
Kijk, normaal heb je alleen wat autoverhuurbedrijfjes. Maar hier in Arjeplog, Arvidsjaur zit ik nu, maar vlakbij Arjeplog, kilometertje of 80 rijden, zitten de gekende automerken. Kijk, het is één grote spielerij hier. Allemaal auto dingetjes hier. Gaaf, hè? Je hebt hier heel veel meren. Die zijn allemaal bevroren tussen november en mei. En ze testen hier allemaal of het nou de bandenboeren zijn. Bosch, uiteraard ook. Toeleverancier. Componentenmaker. En de rest ook. Eigenlijk heb je hier precies niets te zoeken als je niets met auto's hebt. Kunnen rijden. En met die iPace, dat zei ik al, er zit een embargo op, dus ik mag niet al te veel over vertellen. Beter gezegd, ik mag helemaal niks over vertellen. Maar ik ga jullie wel eens direct laten zien. Maar om de tijd te doden, wat leuks bedacht. Hey, we rijden op 50 centimeter ijs. Dit is een van de grootste meren van Arjeplog. Het is allemaal JLR, oftewel Jaguar Land Rover. En geweldig, 50 centimeter, dat hebben ze nodig. Hoe testen ze dat? Vanaf november zo'n beetje zijn ze hier aan het rijden. Ze sturen een tractor het meer op en op het moment dat hij terugkomt, dan is het sterk genoeg. En het mooie is, sneeuw heeft een isolerende werking. Ze halen de sneeuw eraf. De layout die ze kiezen is hetzelfde als vorig jaar. Daardoor kunnen ze dus heel veel dingen testen, hè? Want het is precies hetzelfde. Dus bochten, cornering, G-krachten, al dat soort zaken. Kijk, ik doe nu een beetje rustig aan, maar de achterkant er weer meteen uit. Geweldig, de ESP uit. Het is net ballet, jongens. Het is zo leuk kunstje dit. Maar ze kunnen dus heel veel testen. En doordat ze die sneeuw van de baan halen, wordt het daar dikker. De isolerende werking van de sneeuw die verdwijnt. Dus op de plekken waar het dik moet zijn, groeit het eigenlijk het hele seizoen aan tot het november wordt. En in november, ik zeg het verkeerd, in november starten ze tot het maart wordt. In maart wordt het te warm en dan wordt het weer veel langer licht. En dan gaat het langzaam smelten en dan is het feestje weer voorbij. En tot die tijd kunnen consumenten, mensen die een Jaguar of Land Rover kopen, hier dus spelen. Het is eigenlijk een combinatie van spelen, hè. Het is heel leuk om te doen, maar ook bijzonder leerzaam, want je leert exact, kijk, nu ga ik op mijn gas, je leert exact wat zo'n auto kan. En normaal raak je natuurlijk moeizaam in de slip in Nederland en de snelheid om in de slip te raken moet heel hoog zijn, maar hier niet. Ik zo'n bocht als dit, stuurt hem in, de achterkant komt een beetje om, ietsje onderstuur, knijpertje op het gas. Dat is het. En dan rij ik met een F-base. Dan gaan we zo direct met een F-type aan de gang. Ja, wat ze eraan gedaan hebben, eigenlijk niet zo heel veel. Behalve dus die knoepert van een aluminium voorspoiler. Dat is het natuurlijk niet. Maar de sneeuwwal die er nu ligt is niet zo heel erg groot. Op het moment dat die wel groot is, dan beschermt dat... Dat stuk aluminium, de voorkant. Zeker later in het seizoen, als het af en toe een keertje dooit, dan wordt die sneeuw wel hard. Dat wordt ijs. En ja, dat moet natuurlijk niet stuk gaan. En wat je hier ziet, of misschien ook eigenlijk niet ziet, maar wel voelt. Hier zitten ze. En hier zie je er bijvoorbeeld eentje zitten. De spikes. En omdat de F-type een wat wildere auto is, lager zwaartepunt, meer vermogen, hebben ze daar dikkere spikes onder gezet. Iedereen rijdt hier op spikes, de lokale ook. Dat mag ook, die dingen zijn bij ons verboden, omdat ze de weg slopen. Hier kan het wel. En dan heb je grip en vooral heel veel lol. Heel lang geleden is het al begonnen dat ze hier gebruik maakten van die bevroren meren.
Je hebt hier ontzettend grote meren. Dat is dit er één van. In de zomer moeten ze eromheen rijden als ze naar de andere kant willen. In de winter steken ze gewoon rechtover. Zo eenvoudig is het. En toen is er ooit iemand op het idee gekomen. Als je de sneeuw nog een beetje aan de kant schuift, dan heb je meteen een vangrail. Dat is namelijk de andere kant geschoven sneeuw. En dan kun je lol hebben. Ja, de lokalen doen dat al heel lang. En vervolgens hebben ze er een verdienmodelletje onder geknoopt. Zie je op heel veel plekken in Zweden, ook in Noorwegen en in Finland, dit soort activiteiten. Het is een gigantisch meer, helemaal aan de andere kant. Daar is de faciliteit van Mercedes-AMG. Daar zijn ze met de E63's en dergelijke zijn ze aan de gang. Wachten tot die auto keurig corrigeert en dan pas op je gas. En dan zou je denken, oh, dat is gaaf, 550, dat is eigenlijk makkelijker. Als je 300 pk hebt, te veel vermogen, is in dit geval eigenlijk alleen maar lastig. En dit is Scandinavian Flip, zo noemen ze die, dan stuur je tegen. En dan voor een bocht, dan zet hij zich. Leuk is dat. Yes, jongens. Wat heb je nodig? 500 pk of ietsje meer. En een hoop kou. Meer is het niet. Lekker, lekker, lekker. Wat een lucky bastards zijn het hier, zeg, daar in Scandinavië. Hier hebben ze het gewoon allemaal. Er moet niks voor te doen. Het gaat vanzelf dicht. Het enige wat ze moeten hebben is een tractor die sneeuw een beetje aan de kant duwt. Kijk eens. En mooi, enkele keer springt er een eland over zo'n wal. En verder is het niets dan spelen. Dat is niet heel best te zien, jongens. Maar ergens daar gaat een eyepiece helemaal dwars. En dat kan natuurlijk ook makkelijk met zo'n ding, want je hebt instant power. Er is altijd kracht voorhanden, want een elektromotor. 90 kWh met zo'n ding. En hij heeft ook nog eens een extreem lange wielbasis. Jullie weten natuurlijk allemaal, hoe langer de wielbasis, hoe makkelijker je dwars kunt. En niet dat er nou heel veel mensen met een elektrische auto dwars gaan of een elektrische auto kopen om dit soort dingen mee te kunnen doen. De reden dat we hier zijn met die iPace en dat we hem hier kunnen testen is dat de accutechniek best hard vooruit gaat. De capaciteit wordt beter, maar een accu heeft nog altijd één probleem. Degenen die wel eens op wintersport gaan, die weten dat. Je iPhone is heel snel leeg in de kou. En datzelfde geldt voor de accu van een elektrische auto. Die heeft gewoon meer te lijden, is sneller leeg, heeft minder capaciteit op het moment dat het heel koud is. En dus testen ze hier, bij min 10 en ernstiger, dat soort elektrische auto's. Het is een kwestie van vooral heel, heel, heel goed isoleren. Wel grappig, ik reed net met die F-Type. Met die jankende V8, dan hoor je een enorme partij herrie. En bij de iPace die rondgaat, hoor je alleen maar het slaan van de spikes
in het rubber, in het ijs. Ja, elektrische auto. Ze bewijzen hier dat dat best heel leuk kan zijn, hoor. Terug. Dat was hem voor zover. Oh ja, en de Maserati Levante dan. Ah, die zit er volgende week in, want anders gaan we over de tijd heen. Wordt Erik boos, moet hij allemaal monteren en zo. Gedoe. Ga terugvliegen. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde zender. Dan onder andere vanuit Engeland en uiteraard die Maserati. Ja, als je dat vindt, druk even een duimpje in. En als je wil weten wat ik onderweg aan het doen ben de hele week, ga ik even op mijn Facebook. En zo. Hallo. En uiteraard op mijn Instagram en Twitter en zo, allemaal @BernerBudding. Bye bye.